Ja, na nou bijna twintig jaar zijn hij en Andrea uit elkaar. Nieuws dat redelijk als een bom is ingeslagen ja. vandaag, omdat uh, ze toch wel uh, lange tijd werden gezien als een echt powerkoppel. Hij natuurlijk als succesvol presentator bij RTL, uh, zij als eindredacteur en regisseuse van uh, verschillende succesvolle programma's. Uh, maar toch waren er afgelopen jaren wel eerder problemen. Zo'n zo tien jaar geleden belandde Art eigenlijk in een soort identiteitscrisis. Was hij ontzettend uh, op zoek naar ja, het geluk eigenlijk in zijn leven kon hij. Niet echt vinden, twijfelde heel erg. Hij is een ontzettende streber altijd geweest. Uh, op uh, werkgebied. Dus hij wilde de beste programma's en de beste presentator zijn. Maar ook op, op privévlak, en hij twijfelde op dat moment ook aan zijn relatie. Uh, toen zijn ze uh, samen uh, een hele mooie reis gaan maken naar Australië. Twee maanden lang rondgetrokken, en daar kwam hij er eigenlijk achter dat Andrea de ware vorm was. En gingen ze opnieuw verder. Uh, maar een paar jaar later sloeg die twijfel weer opnieuw toe. Uh, hij heeft daar wel ook. We dat er wel een tweeling geboren is. En na heel veel moeite ook, geloof ik. Ja, ja maar over, ja. Die, over die periodes van depressiviteit. heeft hij wel het een en ander losgelaten. in interviews en ook uh, in een podcast? Luister maar. Ik ben wel vastgelopen op een gegeven moment. Dat ik gewoon. Dat ik ook nergens. Uiteindelijk had ik nergens meer lol in. Ik begin er moeilijk van te praten. omdat ik het moeilijk vind om uit te leggen. Maar ik probeer. als ik iets onderneem. of het nou privé is of qua werk. probeer ik er toch ook weer energie uit te krijgen. Ja. En als dat zo is, als je ergens uitkrijgt, als je in een flow komt... dan voel je ja. ook niet dat je hard aan het werken bent... of dat je helemaal uh, dat je aan het uh, ploeteren door de modder bent, bij ja. spreken. En dat, uh, ik had een paar jaar geleden juist dat gevoel wel. Dat bij alles dat ik een soort vast alsof een lijm onder mijn voeten zat. En is dat, heb je er bewust iets aan gedaan dat ja. dat, dat nu minder is? Ja, ja, en ik ben ook wel met mensen gaan praten daarover. Uh, en ik ben uh, toch ook wel anders naar, naar, uh, naar werk gaan kijken, ja. Nou, na lang wikken en wegen, Albert zei het net al, besloten ze inderdaad om, om kinderen te nemen. Dat ging ook niet heel makkelijk. Uh, maar in 2017 werd die prachtige tweeling geboren. Puk en Keesje, intens gelukkig. Ja. Zorgde voor echt heel veel geluk en een nieuwe impuls in die relatie...